En de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade zij u allen en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Mijn dierbare vrienden, ik heet u allen zeer hartelijk welkom hier. Op dit voor ons allen zo belangrijk moment. Het is een grote vreugde die ons hier samenbrengt. En ik wil u allen zeer hartelijk verwelkomen. Mevrouw de voorzitter, meneer de burgemeester, meneer de rector en al degenen die uit de burgerlijke verantwoordelijkheid over ons hier aanwezig zijn, zeer welkom. Ik verwelkom ook zeer hartelijk mijn medeconfraters, de bisschoppen van ons land en spécialement aussi, je souhaite la bienvenue à son excellence le nonce apostolique qui représente parmi nous ici le Saint-Père, le pape François. Ik verwelkom ook zeer hartelijk de bisschoppen uit onze gebuurten. De bisschop van Rotterdam, van Breda, die hier aanwezig is, Monsieur Liesen. Et un tout grand bienvenue aux évêques du diocèse de Lille, l'archevêque, Monsieur Ulrich et l'auxiliaire, Monsieur Colliche, qui est ici présent et qui nous honore de leur présence. A most heartily welcome to His Excellency, the Bishop of the Anglican Diocese of Nottingham, of Lincoln, and also the canon who represents the Bishop of the Catholic Diocese of Nottingham. We zijn ook zeer verheugd met de aanwezigheid van de andere vertegenwoordigers van de christelijke kerken, in het bijzonder zijn de eminentie de metropoliet, Monsieur Athenagoras, en al degenen ook die de christelijke kerken hier in onze stad en in ons bisdom vertegenwoordigen. Ook heel bijzonder welkom aan de vertegenwoordiger van de moslimgemeenschap hier in onze stad. Dierbare vrienden, laten we hier de nieuwe toekomstige bisschop van Brugge met onze gedegenheid en ook met ons gebed omringen.
Meneer de kardinaal, de kerk van het bisdom Brugge verzoekt u de priester Lode Aerts tot bisschop te wijden. Hebt u daartoe een opdracht van de apostolische stoel? Ja, die hebben wij. Dan vraag ik u die voor te lezen. Franciscus, bisschop, dienaar van de dienaren Gods. Aan onze beminde zoon Ludovicus Aerts. Priester van het bisdom Gent en tot op heden deken van de stad Gent. Geroepen om bisschop van Brugge te worden, heil en onze apostolische zegen. De Heer zelf heeft onze zorg van de universele kerk toevertrouwd. We hebben dan ook aandacht besteed aan de zetel van Brugge, waar een bisschop gewenst werd, nu onze eerbiedwaardige broeder Jozef de Kezel het bisdom Brugge verlaten heeft om het metropolitaanse bisdom Mechelen-Brussel te leiden. We hebben u gekozen, dierbare zoon, omdat wij na wijs beraad van oordeel zijn dat u bekwaam bent om dit ambt uit te oefenen. U beschikt immers rijkelijk over de nodige deugden, gezag en pastorale ervaring. Rekening houdend met het oordeel van de congregatie voor de bisschoppen en vanuit ons apostolisch gezag, benoemen wij u en stellen u aan als bisschop van Brugge. Met alle rechten en plichten die u toekomen, overeenkomstig de normen van het kanonieke recht en uw ambt. Iedere katholieke bisschop buiten Rome mag u tot bisschop wijden. Eerst dient u de geloofsbelijdenis en de eed van trouw jegens ons en onze opvolgers uit te spreken, volgens de normen en de wetten van de kerk. U zal de klerus en het gelovige volk op de hoogte brengen van uw uitverkiezing. En wij sporen hen allen aan om onder uw leiding en leergezag te groeien in vurige vroomheid, in woord en daad. Ten slotte willen wij u, dierbare zoon, moed inspreken bij het aanvaarden van dit zware ambt. De Heer zelf zal u de nodige kracht schenken, u onderrichten en sterken, om de hele geloofsgemeenschap te kunnen leiden en richten op de heilvolle, blijde boodschap van onze Redder. Gegeven te Rome bij Sint-Pieter op 5 oktober van het jaar des Heren 2016, het jubeljaar van de barmhartigheid en het vierde van ons pontificaat. Wij danken God. God. Du, 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 du
Laten we bidden. Almachtige en barmhartige God, doe ons met verlangen uitzien naar de ontmoeting met uw Zoon. En laat het bezig zijn in deze wereld ons niet verhinderen hem tegemoet te gaan. Maar geef ons de ware wijsheid die ons verenigt met Christus. Hij die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Lezing uit de profeet Jesaja. In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaïe. Een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen. De geest van de Heer zal op hem rusten. De geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en heldenmoed. De geest van liefde en vrezen des Heren. En deze vrezen des Heren zal hij uitstralen. Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn, geen uitspraak doen op grond van geruchten. De kleinen zal hij recht verschaffen, een eerlijk vonnis spreken over de geringste der aarde. Maar de uitbuiter zal hij striemen met de geesel van zijn mond en de boosdoener doden met de adem van zijn lippen. Gerechtigheid wordt de gordel om zijn heupen, onkreukbaarheid de band om zijn lenden. Dan huist de wolf bij het lam, vlijt de panter zich neer naast het geitje, grazen tezamen het kalf en het leeuwenjong. Een kleuter kan ze weiden. Koe en berin hebben vriendschap gesloten. Hun jongen liggen naast elkaar en de leeuw vreet hooi met het rund. De zuigeling speelt bij het hol van de adder en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang. Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer kwaad op heel mijn heilige berg. Maar zal de hele aarde vervuld zijn met liefde tot God, zoals de zeebodem bedolven is onder het water. Op die dag zal de wortel van Isaïe opgericht staan als een banier voor de volken. Alle naties zullen naar hem toestromen en zijn troon zal luisterrijk zijn. Woorden van de Heer. Van de aarde.
Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Broeders en zusters, alles wat eertijds werd opgeschreven, werd opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de schrift in hoop zouden leven. God, die de volharding en de vertroosting schenkt, verleen u ook eensgezindheid in de geest van Christus Jezus, opdat gij één van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. Aanvaard daarom elkander als leden van één gemeenschap, zoals ook Christus ons in zijn gemeenschap heeft opgenomen ter ere Gods. Ik bedoel dit: terwille van Gods trouw is Christus dienaar geweest van het Joodse volk, om de beloften van de aartsvaders waar te maken. Maar de heidenen moeten God verheerlijken om zijn erbarming, volgens het woord van de schrift. Daarom zal ik u loven onder de heidenen en uw naam met psalmen prijzen. Zo spreekt de Heer. Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd trad Johannes de Doper op en predikte in de woestijn van Judea: bekeer u, want het Rijk der Hemelen is nabij. Deze toch is het die de profeet Jesaja bedoelde toen hij zei: een stem van iemand die roept in de woestijn: bereid
de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar en een leren gordel om zijn lenden. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek naar hem uit en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Maar toen hij vele Farizeeën en Sadduceeën zag komen om gedoopt te worden, sprak hij tot hen: Adderige broed, wie heeft u voorgespiegeld dat ge de dreigende toren kunt ontvluchten? Breng liever vruchten voort die passen bij bekering. En neem niet een houding aan alsof ge bij uzelf zegt: wij hebben Abraham tot vader. Waarachtig, ik zeg u, dat God de macht bezit voor Abraham uit deze stenen kinderen te verwekken. Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen. Elke boom dus, die geen goede vrucht draagt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen. Ik doop u met water, opdat ge u zoudt bekeren. Maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. En ik ben niet waardig hem van zijn sandalen te ontdoen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wan heeft hij in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren. Zijn tarwe zal hij in de schuur verzamelen, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur. Woord van de levende. Mijn dierbare vrienden, het is vandaag de tweede zondag in de Advent. Het is de tijd waarop heel de kerk zich voorbereidt op de komst van de Heer. Het is onze wijze om ons voor te bereiden op Kerstmis. We hebben daar straks ook de lezing gehoord, de profetie van Jesaja over een verzoende wereld. En telkens op deze tweede zondag van de Advent wordt ons altijd gesproken over Johannes, de doper. Het is toch opvallend dat geen enkel van de vier evangeliën begint met Jezus. Men begint altijd met iemand anders, met Johannes. Een profeet die optreedt in de woestijn. Men kan blijkbaar niet met de deur in huis vallen. Men moet voorbereid worden. Het terrein moet geëffend worden. Er moet, dat is juist de betekenis, een innerlijke omvorming, een bekering hebben plaatsgegrepen. Want anders zal men Jezus niet verstaan. En het is dat wat Johannes doet. Hij roept op tot bekering. En hij roept de mensen naar de woestijn. Niet zoals Jezus, want hij zal later naar de mensen gaan. Maar nu moeten ze bij hem komen. In de woestijn. Want van oudsher is dat de plaats van bekering. Daar is ook alles begonnen.
Daar heeft Israël zijn roeping gevonden in het allereerste begin. Daar in de woestijn is het volk van God geworden. En daar hebben ze ontdekt hoe kostbaar ze zijn in Gods ogen. En daar moeten ze dus opnieuw naartoe. Er is geen weg naar Jezus tenzij doorheen die stem die roept in de woestijn. Zonder die ommekeer zal men Jezus niet verstaan. En velen van zijn tijdgenoten hebben hem inderdaad niet verstaan. Vandaar in het evangelie ook vandaag uit de mond van Johannes de scherpe kritiek op sommige fariseeën en sadduceeën. En meer dan om personen gaat het hier om een mentaliteit. Het is trouwens die mentaliteit die uiteindelijk tot het conflict heeft geleid waaraan Jezus zelf kort nadien is ten onder gegaan. Het is de mentaliteit van degenen die geen bekering nodig hebben, die tevreden zijn over zichzelf en die God altijd danken omdat ze gelukkig niet zijn als de anderen. Het is de mentaliteit van degenen die zeggen, mij mankeert niets. Je hebt het gehoord, wij hebben Abraham tot vader. Waarop laconiek wordt geantwoord, als het voor God daarop aankomt om kinderen van Abraham te hebben, dan is zelfs een hoop stenen genoeg. En die oproep van Johannes, die geldt, vrienden, ook voor ons en voor de kerk vandaag. Ook wij hebben bekering nodig. Ons ontdoen van alle zelfzekerheid. Wij ervaren het allen als een genade dat paus Franciscus ons daarop altijd weer oproept. Dat we niet zouden terugplooien op onszelf. Dat we onze eigen armoede, want dat is het, en onze eenvoud en kleinheid, dat we die zouden erkennen. En zolang we deze armoede ook in onszelf niet erkennen, denk ik, heeft Jezus ons niet veel te bieden. Het zal trouwens ook, als hij zijn optreden begint, Jezus, altijd zijn eerste woord zijn. Zalig, de armen van geest. Het is de geest van de Messias waarover Jesaja in zijn grote profetie die we in de eerste lezing hoorden, spreekt. De Messias die bezield is met een geest van diepe humaniteit, diepe menselijkheid. Een geest ook van groot mededogen met anderen. De kleinen, zo hoorden we het, bekennende woorden, de kleinen zal hij recht verschaffen. En de uitbuiter striemen met de geesel van zijn mond. Alle zelfgenoegzaamheid moet afgelegd worden. Zoals Paus Franciscus het regelmatig vraagt. Geen kerk die met zichzelf alleen bezig is. We hebben het evangelie ontvangen. Het is onze grootste schat. Maar we hebben dat niet verdiend. Voor niets hebben we ontvangen. Maar voor niets moeten we ook geven. Want vrienden, zolang je het normaal vindt dat de ander je lief heeft, weet je niet wat liefde is. Zolang je denkt dat je die liefde verdient en er recht op hebt, weet je niet wat je voor een ander betekent. Pas als je alle pretenties aflegt en weet dat je om niet bemind wordt, pas dan weet je hoe kostbaar je bent in de ogen van hen die je lief hebben. Dat is het wat God vandaag van zijn kerk en van ons vraagt. Deze bekering, deze ontlediging en deze armoede. Te weten dat we het niet verdiend hebben. Het was dat wat bijvoorbeeld Charles de Foucault gezocht heeft. Deze armoede. Het was vorige donderdag, 100 jaar geleden, dat hij vermoord werd in Noord-Afrika. En ook Augustinus
heeft het in zijn leven ervaren. U weet het, hij heeft God hartstochtelijk gezocht. Het heeft lang geduurd. Het heeft hem veel tranen gekost. Hij heeft veel vanzelfsprekendheden moeten opgeven voor hij zich kon overgeven. Hij schrijft het zelf in zijn belijdenissen. Veel te laat heb ik u lief gekregen. Maar toen hebt gij geroepen en geschreeuwd. Zo staat er. Geroepen en geschreeuwd. En gij hebt mijn doofheid doorbroken en mijn hart geraakt. En zo is hij christen geworden. En een grote bisschop. Maar eigenaardig genoeg, vrienden, en ik houd het aan bij deze gelegenheid u te zeggen, Augustinus, het heeft hem veel gekost om christen te worden. Maar men vergeet het soms. Hij heeft zich nog een tweede keer moeten bekeren om bisschop te worden. Een tweede keer. Want hij had de ziel van een monnik. Priester worden, dat was al iets voor hem dat hij in de verste verte niet had gezocht. En toen hij het eenmaal was, verspreidde zijn faam zich, want hij was bekend in de antieke cultuur. En in een van zijn preken zegt hij dat hij zoveel schrik had om bisschop te worden, dat hij vermeed ergens te komen waar de zetel vakant was. Maar in Hippo, waar hij langskwam om een vriend te bezoeken, had hij er geen rekening mee gehouden dat de bisschop oud was geworden. Bisschop Valerius. En dat men een opvolger zocht. En er was geen ontwijken meer. Hij werd bisschop. Dierbare broeder Lode, ik weet het. Ik vernoem Augustinus omdat je vertrouwd bent met zijn geschriften. En je weet dat wanneer hij over het christen zijn, over het geloof, als hij daarover schreef en preekte, dat het altijd was met groot enthousiasme, met bezieling, met vreugde. Maar als hij het over het bisschopsambt heeft, is het altijd getemperd. Hij schrijft er ook zeer levendig over. Je kunt daar zien wat je allemaal zult moeten doen. Al datgene waar een bisschop zich moet mee bezighouden. Over de last en de zwaarte en de drukte van dat ambt. Het staat er allemaal. En ik zeg het niet om je schrik aan te jagen. Vooral om je te bemoedigen en te troosten. Dat zelfs hij het allemaal heeft gekend en beleefd. In die zin niet veel veranderd. Maar ik zeg het je vooral. Omdat die twee niet te scheiden zijn. Christen zijn. En bisschop. Voor alle twee moet men zich bekeren. Voor alle twee. Dat eerste had je al gedaan. Dat tweede heb je nu moeten doen. Maar ze ontspringen wel aan die ene zelfde bron. Het geloof dat we door God om niet bemind zijn. Zoals je het zelf als leuze hebt gekozen. Kostbaar in zijn ogen. Het is het hart van het geloof. Christen en bisschop. Het laatste, dat is waar, dat kan ik u zeggen, zal soms een grote last zijn. Maar het eerste maakt er altijd een grote genade van. Voor jezelf en voor heel de geloofsgemeenschap waarvan je nu de herder wordt. Je zult, zoals Paus Franciscus het zegt, veelal vooraan lopen. Maar je zult ook veel te midden van de kudde moeten lopen. En dikwijls, kan het u zeggen, ook dikwijls achteraan. Maar altijd samen. Met elkaar, met uw kerkgemeenschap en medewerkers, met uw priesters en diakens en religieuzen en al degenen, pastorale medewerkers die u helpen en bijstaan, altijd in lief en leed met elkaar verbonden. Nooit alleen. Wetend dat er geen heersers en geen knechten zijn. Maar dat we allen, dat heeft Jezus gezegd, voordat hij ging sterven, dat heeft hij gezegd, dat we allen
broers en zusters zijn. Zijn vrienden, kinderen aan huis bij God, ons aller Vader. Paulus zegt het vandaag, we hoorden het in de tweede lezing, en aanvaardt elkander als leden van één gemeenschap. Het is een grote opdracht voor de kerk. Teken te zijn van Gods liefde naar buiten, maar ook van binnen. Elkander aanvaarden als één gemeenschap in alle verscheidenheid. Want samen ben je geroepen met heel je kerkgemeenschap om Gods liefde bekend te maken aan de wereld en de mensen. In groot respect en eerbied voor iedereen en ieders overtuiging. We zullen het straks horen in de kerstnacht, hoe Gods menslievendheid is verschenen toen Hij in Christus ons bestaan gedeeld heeft. Mensen, mens onder de mensen. Zo zeer heeft God ons lief gehad. Zo kostbaar zijn we in zijn ogen. Amen. Laten we bidden. Almachtige eeuwige God, zegen deze tekenen van het bisschoppelijk ambt en zijn waardigheid. Laat hem die deze tekenen heeft gedragen met Christus de hoge priester en goede herder in het eeuwig leven de beloning ontvangen voor de taak die hem nu vandaag wordt toevertrouwd. We vragen het u door Christus onze Heer.
de vrede ons voor God. Leid gij ons voort op dat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. Dierbare Lode, van oudsher geldt het voorschrift dat iemand die tot bisschop wordt gewijd, ten overstaan van het volk hier aanwezig, ondervraagd wordt over zijn vaste wil om het geloof altijd te bewaren en het ambt dat u wordt toevertrouwd trouw te vervullen. En daarom moet ik u die vragen stellen en ik vraag u te antwoorden. Zijt gij bereid het ambt dat ons door de apostelen is toevertrouwd en waarvan u door het opleggen van de handen deel gaat krijgen, met de genade van de Heilige Geest heel uw leven te vervullen? Ja, dat wil ik. Zijt gij bereid het evangelie van Jezus Christus getrouw en zonder ophouden te verkondigen? Ja, dat wil ik. Wilt gij de rijkdom van het geloof, zoals deze vanaf de apostelen in de kerk is overgeleverd, trouw en zuiver bewaren? Ja, dat wil ik. Zijt gij bereid u in te zetten voor de opbouw van de kerk, het lichaam van Christus, in gemeenschap met de andere bisschoppen en onder leiding van de opvolger van de apostel Petrus? Ja, dat wil ik. Zijt ge bereid trouw en gehoorzaam te zijn aan de opvolger van Petrus? Ja, dat wil ik. Zijt ge bereid om samen met uw priesters en diakens en allen die u in de pastorale zorg zullen helpen, zijt ge bereid een goede vader te zijn voor het gelovige volk en het voor te gaan op de weg van het heil? Ja, dat wil ik. Zijt ge ook bereid om het altijd op te nemen in de naam van onze Heer Jezus voor hen die arm zijn, voor de vreemdelingen en voor allen die in nood zijn? Ja, dat wil ik. En zijt gij bereid zonder ophouden tot de Almachtige God altijd te bidden voor de belangen van uw volk, van uw kerk en om uw taak als eerste van uw priesters onberispelijk te vervullen? Met de hulp van Gods genade, ja. Ik bid dat God, die dit goede werk in u is begonnen, het ook zal voltooien. Broeders en zusters, we gaan u allen bidden tot God, onze Vader, dat hij in zijn zorg voor de belangen van zijn kerk en zijn volk
de volheid van zijn genade mag schenken aan hem die hij uitgekozen heeft om bisschop te worden. We zullen allen eensgezind met hart en ziel tot God onze Vader bidden dat hij ons de Heilige Geest mag zenden. En we doen het in gemeenschap met Maria, de Moeder Gods, met allen die ons zijn voorgegaan. En we vragen hen dat ze met ons verenigd zouden zijn in dit uur. En dat zij voor ons ten beste spreken, voor ons, voor degene die straks gewijd wordt, voor allen die dit bisdom hier uitmaken, voor heel de kerk. Laten we met een groot hart en met veel geloof nu samen bidden. Yeah.
Vader, luister naar ons gebed. Stort over uw dienaar nu de volheid van de genade van het priesterschap en de kracht van uw zegen. We vragen het door Christus onze Heer. God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Gij zijt barmhartig,
en gij schenkt ons altijd uw troost. Gij woont in den Hoge en draagt zorg voor alles. Alles kent gij, alles roept gij in het bestaan. Gij leidt uw kerk door uw genadevol woord. En vanaf het begin hebt gij alles beschikt. Gij hebt Abraham tot het geloof geroepen. En over de velen die na hem geloofd hebben, hebt gij leiders en priesters aangesteld. Nooit was uw heiligdom zonder bediening. In uw uitverkorenen hebt gij uw heerlijkheid willen vinden, alle eeuwen door. Geef thans aan uw dienaar Lode, die gij verkozen hebt, de kracht die uit u voortkomt, de geest van leiderschap, kindschap en gezag, die gij gegeven hebt aan uw geliefde Zoon, Jezus Christus, de geest die hij geschonken heeft aan zijn heilige apostelen. Uit deze kracht hebben zij uw kerk gesticht van plaats tot plaats, als uw heiligdom, tot onvergankelijke lof en eer van uw naam. God, gij kent de mens, gij kent ook deze dienaar, die gij tot bisschop hebt uitgekozen. Maak hem in uw dienst tot een goede herder van uw volk, tot een trouwe hoge priester, die u dag en nacht onberispelijk dient, die voorgaat in het offer van uw kerk en voor haar uw genade afsmeekt. Geef hem door de kracht van de Heilige Geest de volheid van het priesterschap, om overeenkomstig uw opdracht zonden te vergeven, naar uw beschikking ambtsdragers aan te stellen en alle banden die ons gevangen houden te breken met de macht die gij uw apostelen hebt gegeven. Geef, Vader, dat hij u als een welgevallig offer aangenaam zal zijn, in goedheid en oprechtheid. Dit vragen we u door uw Zoon Jezus Christus, die u verheerlijkt en die met u en de Heilige Geest leeft in uw kerk, nu en in de eeuwen der eeuwen. De Almachtige God heeft u doen delen in het hoge priesterschap van zijn gezalfde. Moge hij u geheel vervullen met de geur van deze zalving en door zijn rijke zegen uw taak vruchtbaar maken.
Ik zei daarnet, na het evangelie, dat het evangelie dus grootste schat is die we hebben ontvangen. Ontvang dan het boek met het evangelie. Verkondig altijd Gods woord en onderricht altijd met groot geduld. Ontvang ook de ring. Het is een teken van uw waardigheid als bisschop. Teken ook van uw verbondenheid met uw kerkgemeenschap. Teken van uw trouw. Bewaar met die onverschrokken trouw Gods kerk, Gods bruid van elke smet. Ontvang ook de mijter en laat de glans van heiligheid in u stralen, zodat u de krans van heerlijkheid mag ontvangen wanneer de herder van ons allen zal komen. Neem ook de staf ter hand, als teken dat gij herder geworden zijt in Gods kerk. Zie toe op heel de kudde, heel de gemeenschap die aan u is toevertrouwd en waarover de Heilige Geest u als bisschop nu heeft aangesteld om Gods kerk te leiden en te hoeden. Thank you.
elkaar. Dierbare broeder Lode, ons hart van iedereen hier in de kathedraal is verhuld van vreugde. We hebben nu door de wijding, door het sacrament dat je hebt ontvangen, ontvangen wij u allen als de bisschop hier van deze stad en van dit bisdom. 5 jaar, 5 jaar en een half mocht ik zelf hier de bisschop zijn. Ik heb lange tijd die tijd op deze kathedra gezeten, als teken van het feit dat ik bisschop was. Het is nu aan u om deze plaats in te nemen, als teken dat ge bisschop geworden zijt van dit bisdom.
Credo in unum Deum. Cuius regni non erit finis.
Bid nu, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Amen. Heer, wij vragen dat deze gaven en ootmoedige gebeden u niet onverschillig laten. Wil ons telkens weer vergeven. En al verdienen we het nooit, kom tot ons met uw barmhartigheid en uw liefde. We vragen dat door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verhef uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze Vader. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt uw enige geboren Zoon gezalfd met de Heilige Geest en hem aangesteld tot hoge priester van het nieuwe altijd durende verbond. Gij hebt gewild dat dit priesterschap van uw gezalfde altijd voortleeft in uw kerk. Het volk van de verloste maakt hij tot een koninkrijk van priesters. En uit liefde tot zijn broeders kiest hij mensen uit hun midden, die door handoplegging deel krijgen aan zijn priesterlijke bediening. Zij hernieuwen in zijn naam het offer van de verlossing en richten voor uw kinderen het paasmaal aan. Zij gaan uw volk voor in liefde, voeden het met uw woord en sterken het met uw sacramenten. Zij zullen hun leven geven voor u en voor hun broeders en steeds meer op Christus zelf gaan gelijken. Zij zullen voor u getuigen van hun onverbrekelijke trouw en liefdevolle toewijding. Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen ook wij uw heerlijkheid en zingen u toe vol vreugde. Bidden u, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij smeken u door hem die is uw Zoon en onze Heer, dat gij deze gaven wilt aanvaarden en zegenen. Deze gaven die wij u aanbieden, dat gij zult heiligen dit brood en deze beker, opdat ze ten goede komen van heel de kerk die ge geroepen hebt en uitverkoren overal in deze wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God. Wees gij onze herder. Breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen we u in eenheid met de bisschop van Rome, Paus Franciscus. In eenheid met onze bisschop Lode. Verenigd ook met allen die oprecht en trouw uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen overal in deze wereld. Herinner u de namen, Heer, van allen die u toebehoren en van alle mensen die hier voor u staan. Gij kent hun geloof.
Gij weet dat zij u willen dienen. In naam van hen die u het offer brengen van hun aanbidding en hun dankbaarheid, in naam van allen smeek ik u, houd hen in leven, want op u hopen zij. Bevrijd hun hart en maak hen heilig, gij eeuwige en waarachtige, levende God. Zo bidden wij u met de maagd Maria, die bij u verheerlijkt is, de moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God, met de heilige Jozef en met uw apostelen en bloedgetuigen, Petrus, Paulus, Andreas en met al uw heiligen. Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij, wees onze toevlucht, waar wij ook gaan, wees onze kracht. Neem deze gave van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan U. Wij, die door U gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst, wij zijn met allen die in U geloven uw volk, uw eigen bezit. In het bijzonder dragen wij U dit offer op voor onze broeder Lode, die Gij tot de orde van het bisschopsambt hebt uitverkoren. We vragen u dat gij in stand houdt wat gij hem hebt gegeven, dat gij waakt over zijn dienstbaarheid. Door uw gave is hij tot dit ambt geroepen. Laat uw zegen zijn werk vruchtbaar maken. Beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede, dat wij niet eeuwig verloren gaan, maar bij uw uitverkorenen worden geteld. Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker. Bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven, dat ze voor ons het lichaam worden en het bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon. Die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij alle, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen ze gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken we, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon, dat hij verrezen is
dat hij is opgestegen naar de hemel. Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij u wat gij onszelf in handen hebt gelegd. Dit ongebroken, vlekkeloze lam, dit brood van eeuwig leven en deze beker die onze redding is in eeuwigheid. Heer, keer u niet af. Wees ons genadig, zoals gij in genade hebt aanvaard het offer van uw dienaar Abel en dat van Abraham, die onze vader is. Het heilig offer ook van brood en wijn, dat uw priester Melchizedek u heeft gebracht. Zend dan uw engel, machtige God, om deze gaven en gebeden op te dragen naar het altaar van uw heerlijkheid. Wij bidden u dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het lichaam van uw Zoon en in zijn bloed van u gezegend zullen zijn, vol van genade. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe dans la foi, de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. In hem, o Heer, hebt gij al wat bestaat, geschapen en gezegend. In hem ontvangen we al uw genade. Hij is ons leven. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader. In de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde. En beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk.
lieve zusters en broeders. De Heer zelf is hier in ons midden. En in deze dagen van de Advent kijken we ook uit naar zijn volledige komst. Een komst van vrede, van verzoening. Allereerst hier onder ons, maar in de hele wereld. Overal waar mensen wonen en waar ze lijden, daar verlangen we naar vrede, naar eenheid. Er komt nu een groot gebed tot Jezus, de man van de vrede, van de verbondenheid. Mag ik u uitnodigen, zoals we het in sommige parochies doen, mekaar, zo verschillend als we zijn, mekaar de hand te geven. Laten we ook over de rijen heen een grote familie worden en ons hart openstellen in alle eenvoud voor verzoening, voor vrede. We houden elkaar bij de hand gevat en we bidden om vrede. Laat ons bidden, vrienden. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. Zusters en broeders, de vrede des Heren zij altijd met u. Zusters en broeders, geeft elkaar een teken van Gods vrede. Zusters en broeders, zalig wij allen die worden genodigd aan de tafel van de Heer. Zie nu het Lam Gods, dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek, ik zal gezond worden.
Hosties. Het brood dat wij delen, ons Christus zond, en het woord dat wij spreken, ons niet weer klinkt, dan heeft God onder ons al zijn huis gebouwd, dan woont hij ook eens in ons hart. Ja, dan zien wij vandaag nog zijn aangezicht, in de liefde die alles omringt, in de liefde die alles omringt.
leed van de armen ons wakker roept. En de nood die wij minderen tot vreugde wordt. Dan heeft God onder ons al zijn huis gebouwd. Dan woont hij ook reeds in ons hart. Ja, dan zien wij vandaag nog zijn aangezicht. In de liefde die alles omringt. In de liefde die alles omringt. Als de pijn die wij dragen de weg ons wijst. En de dood die wij sterven van leven ziet. Dan heeft God onder ons al zijn huis gebouwd. Dan moet hij ook eens in ons hart. Ja, dan zien wij vandaag nog zijn aangezicht. In de liefde die alles omringt. In de liefde.
Vader, uw gaven overtreffen al onze dromen. Uw goedheid gaat uit naar alle mensen, zonder onderscheid. Laat de wereld uitzien naar uw redding en uw heil. Voltooi het werk dat ge in ons begonnen zijt door Christus, onze Heer. Your Eminence, Your Excellencies, Your Lordship, the representative of the Anglican Communion, the Honorable Elected Representatives, my dear brothers and sisters, my dear friends. When I was received in private audience by His Holiness Pope Francis on the 18th of November 2016, I asked for a special blessing for my new mission as Apostolic Nuncio to Belgium. The Holy Father blessed me and advised me to be near the bishops and to work hard hand in hand with them, encouraging them on his behalf in their difficult but important mission of serving the people of God in the present time. At the end of that audience, Pope Francis handed me a closed envelope containing a few rosaries blessed by him to distribute to all my collaborators once I would reach in the Apostolic Nunciature in Brussels. When I opened that envelope, I found that only one of those rosaries
was enclosed in a small red box bearing the coat of arms and the motto of the Pope, which you know, Miserando atque erigendo. Those words, as you know, refer to the call of the Apostle St. Matthew, whom Jesus found seated at his working table. He told him, looking at him with compassion, he called him, Miserando atque erigendo. After distributing those rosaries to every one of my staff, that rosary in a box with the red color of the bishops was the only one remaining. Excellences, my dear friends, since this ceremony of the episcopal ordination of the new bishop of Bruges is my first public appearance since I arrived in the country, let me hand over to Bishop Lodewijk Arts on this important day in the history of his priestly vocation, that rosary, which was perhaps destined to the Apostolic Nuncio. My Lord Bishop and dear brother in the Episcopate, you were one of the bishops appointed during the extraordinary year of mercy. One of the principal activities of our apostolic mission is that of preaching in the merciful word of God that brings to the poor of our time the complete and lasting joy which our Lord Jesus Christ, the Savior, has brought to the world. I congratulate Your Excellency for having succeeded today a bishop, Monsignor Joseph de Kaiser, who was transferred to the Archdiocese of Malines-Bruxelles and within a short time elevated to the dignity of cardinal. That means that Bruges, one of the oldest dioceses of Belgium, is generous and capable of producing and giving cardinals to the church. Let me add what I did not write. Please don't give away your new bishop immediately. I also thank quite sincerely Monsignor Koen Van Hout, who until today was the diocesan administrator of the diocese. In the bull of your appointment, the Holy Father invites all the faithful, priests and lay people, and all men and women of goodwill in Bruges to work in communion with their bishop. St. Augustine, excuse me to quote my patron saint, advised, no one will seek his own advantage in his work. Everything you do is to be for the service of the community. In his recent apostolic letter, Misericordia et Misera, Pope Francis emphasizes, I quote his words, this is a commitment that the Christian community should take up, that God's word constantly calls us to leave behind the temptation to hide behind indifference and individualism in order to lead a comfortable life free of problems. Together,
you will succeed. Thank you. Vrienden, we zijn al heel lang bezig, hè? Hebt u nog een klein beetje geduld? Laat me nog een woord zeggen. Dear Excellence, I do thank you for your wishes, for your words, and especially for your presence here among us and in our country. You're really very, very welcome. Dank aan u ook, meneer de kardinaal. U hebt hier vele jaren in dit bisdom gewerkt. Et aussi à vous, mes chers frères évêques, parfois venus d'assez loin. Merci d'être parmi nous. And also to you, my dear bishops, thanks a lot for your presence. Thank you for coming from different churches and Christian communities. Altogether, we are disciples of the one Lord. Ik ben ook heel dankbaar dat u, meneer Aziz Rajput, onder ons zijt. Als de voorzitter van de moskee van Brugge, ge zijt aanwezig geweest hier bij onze gebeden. Dank u wel. Vrienden, laat mij namens u allemaal ook een woord van dank zeggen voor de aanwezigheid van u, meneer de burgemeester, van u allen, mevrouwen en mijn heren, die ons land politiek leidt, die de verantwoordelijkheid neemt in geen gemakkelijke dagen van onze burgerlijke samenleving. En een groot woord vanuit mezelf, als ik mag, voor u allen, hier in deze kathedraal, en ook jullie die op dit ogenblik met ons meebidden en vieren in het Oud-Sint-Jan. En zoveel mensen die thuis met ons verbonden zijn. Ik ben zo dankbaar, zo gelukkig om uw aanwezigheid in dit uur. En vol genegenheid gaan mijn gedachten nu ook uit naar mijn familie, naar mijn overleden ouders, naar mijn zussen en broers hier vooraan. En heel speciaal, één iemand wil ik met name noemen, ze heet Lutje. Het is mijn jongste zus. Ze was heel zwaar gehandicapt. En zolang ze leefde, is ze mijn grote leermeester geweest. Zij heeft, met het weinige dat ze kon eerlijk gezegd niets, maar ze heeft me alles geleerd. Ze heeft me geleerd dat we ons niet interessant moeten maken. Dat we ons niet moeten bewijzen. Dat we, zoals we zijn, kostbaar zijn in de ogen van iemand. Ja, vrienden, dat lijkt me het geheim van ons geloof. Er is diep in ons een onuitsprekelijke liefde. Er is in ons een kracht die ons aanvaardt zoals we zijn. Wij zelf vormen echt geen kerk van volmaakte. Als u daar ooit had aan getwijfeld, dat moet u hier nu werkelijk niet doen. We zijn absoluut niet volmaakt. We zijn niet af. We zijn er slechter aan toe dan deze nochtans prachtige kathedraal.
Ze staat nog maar enkele maanden in de stijgers. Wij niet. We blijven heel ons leven in de stellingen. En dat is ook goed. Het is met ons zoals het is. En dat moeten we aanvaarden. Jezus aanvaardt het bij elk van ons. Ook in onze onvolmaaktheid. Ook met al wat we graag anders hadden gehad, komt Hij toch maar in ons wonen. Altijd weer. We hebben het gezongen zo mooi. Met veel dank trouwens aan Ignace en het goede koor. We hebben gezongen. Hij heeft al onder ons zijn huis gebouwd. En vrienden, laat me dat nog zeggen. Het moet een huis zijn, gastvrij voor iedereen. Een gastvrij huis. Daar moet iedereen van dromen. Er zijn, vrienden, in ons bisdom mensen aangekomen op zoek naar een beter leven. Er zijn in ons bisdom mensen die wachten op iemand die hun eenzaamheid doorbreekt. Er zijn in ons bisdom jongeren die recht hebben op leraars en opvoeders die hun innerlijke krachten aanspreken. Er zijn mensen thuis in woon- en zorgcentra, in ziekenhuizen, mensen die uitzien naar iemand met wie ze, al is het maar voor een ogenblik, hun leven kunnen delen. Er zijn in ons bisdom te veel mensen die moeten leven in armoede. Er zijn in ons bisdom ouders die vrezen dat ze hun kinderen geen mooie toekomst zullen kunnen schenken. Al die mensen zijn net als wij kostbaar in Gods ogen. Wij, vrienden, als christenen moeten niet meer doen dan we kunnen, natuurlijk. Jezus kon dat ook niet. Hij heeft niet alle zieken genezen. Maar als we hem in ons laten wonen, dan stellen we minstens een bescheiden teken van zijn liefde. Dan laten we minstens een kleine bron ontspringen van hoop. En dat, vrienden, dat zal ons vrijmaken van al die binnenkerkelijke beslommeringen. Dat zal ons doen delen in de vreugde van een nieuwe wereld, van zusters en broeders in de geest van Jezus onze Heer. Dat, vrienden, is mijn wens voor elk van u.
Lieve zusters en broeders, vanaf nu begint onze tocht tezamen. Onze tocht doorheen de dagen en jaren. U en ik zullen proberen samen een teken te stellen dat Jezus in deze wereld aanwezig is. Dat hij hoop geeft en dat hij muren kan slopen. Op het einde van deze lange viering vraagt de liturgie dat ik u zou zegenen voor de eerste keer. Ik wil op deze vraag heel graag ingaan, maar ik heb ook een vraag voor u. Wilt u in de tijd die nu komt een ogenblik in grote stilte en grote verbondenheid met mij bidden? Wilt u zelf om zegen bidden over onze kerk, over onze wereld, over alle mensen die het moeilijk hebben, over onze gemeenschap hier en over mij, dat ik een herder zou worden in het spoor van Jezus? Laat ons bidden, vrienden. Almachtige God, Gij zijt voor uw volk een milde en een liefdevolle Heer. Geef de leiders van uw kerk uw geest van wijsheid, zodat ze voor altijd vreugde beleven aan het welzijn van hun gemeente. Heer, door de macht van uw liefde bepaalt ge de gang en de duur van ons leven. Zie genadig neer op de taak die ik moet verrichten en geef ons in onze dagen waarachtige vrede. Amen. Heer onze God, Gij hebt me aangesteld tot bisschop door de gave aan mij geschonken. Geef dat ik in staat ben deze gemeente in uw geest te besturen. Laat me dit ambt zo uitoefenen dat uw gelovigen, uw zusters en broeders, me gaarne volgen. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.